De minister van Handel en Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, heeft zich gisteren persoonlijk bemoeid met de zaak waarbij een ondernemer een illegale olieopslagplaats heeft opgezet in Jachtlust, Kommewijnen. De ondernemer zette eerst het gebouw met de opslagplaats neer voordat hij een vergunning indiende. Na onderzoek van de vertegenwoordigers van het districtscommissariaat, het NIMOS, de brandweer en de politie, blijkt echter dat het bouwsel een gevaar vormt voor de omgeving. Afgelopen dinsdag oriënteerde een delegatie zich op de plaats om de ondernemer alsnog te wijzen op de knelpunten. PL-parlementariër Ingrid Kartabink maakte ook deel uit van de delegatie. Welzijn heeft gisteren een commissie benoemd die ervoor moet zorgen dat de ondernemer begeleid wordt. Naar zijn mening moet de ondernemer de kans krijgen zijn fouten te corrigeren. Buurtbewoners vinden echter dat een opslagplaats van olie mensenlevens in gevaar brengt. Het seafoodbedrijf, dat naast de opslagplaats is gehuisvest, heeft inmiddels ook bekendgemaakt er tegen te zijn. Er werken ruim 400 mensen in dit bedrijf die nu voor hun leven vrezen. Kartabink vindt dat er meer schuilt achter de uitgifte van de vergunning. Ze is van plan om in het parlement vragen te stellen over het vergunningenbeleid van het ministerie van HINT.